Stichting Frederik Arnold van Russel heeft vanmorgen levensmiddelen en kledingstukken geschonken aan de Esther Stichting. De levensmiddelen en kledingstukken zijn aan de directie van de Esther Stichting overhandigd. De schenking is bedoeld om de bewoners van het Esterhof voor minstens 2 weken van maaltijden te voorzien. De bewoners van het Esterhof zijn op een warme maaltijd en koude dranken onthaald. De Frederik Arnold van Russel Stichting heeft als doel het vervullen van de liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.